Super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik zit weer terug op mijn oude vertrouwde plekje hier op mijn stoel. Het is namelijk weer vrijdag en weer tijd voor een Ask Melanie. Ik weet dat het een tijd geleden is dat ik een Ask Melanie online heb gezet. Sorry hiervoor, ik hoop dat jullie het mij kunnen vergeven. We gaan vandaag weer vragen beantwoorden. Maar voordat we hiermee gaan beginnen wil ik eerst nog eventjes jullie aandacht voor het volgende. Jullie hebben de laatste tijd natuurlijk vast wel gehoord over de orkaan Irma. Orkaan Irma heeft namelijk heel erg veel verwoest en kapot gemaakt. Voornamelijk op het eiland Sint Maarten. Een hele grote groep YouTubers, waaronder ik, hebben samen een lied opgenomen. Namelijk Geef om jou. We hebben dit lied opgenomen om het eiland Sint Maarten te helpen. En om alles weer opnieuw op te bouwen. En alles weer goed te laten komen zoals het was. Ik zal bij deze even een stukje laten zien van het lied. Ik geef om jou. Je bent niet alleen. We zijn er voor jou. Je komt hier doorheen. Ik geef om jou. We staan voor je klaar. Maar ook al zijn we nog hier, met mijn hart ben ik daar. Zeker aanraden om de gehele video te bekijken, want alle inkomsten van deze video en alle inkomsten die hierdoor worden opgehaald gaan allemaal naar het Rode Kruis. En daarnaast kun je natuurlijk ook geld storten op Giro 5125. Dus ik zou zeggen, deel deze video met je vrienden, met je familie. Bekijk hem natuurlijk zelf. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat deze video zoveel mogelijk views pakt, zodat we Sint Maarten weer als vanouds kunnen maken, zoals het was. En na dit gezegd te hebben, gaan we nu verder met de video. Dus ben je nou benieuwd naar de vragen en naar mijn antwoorden? Blijf dan natuurlijk gezellig verder kijken. En geef deze video natuurlijk alvast een duimpje op. Een duimpje omhoog. Hoi Melanie. Ik zit net in de tweede en binnenkort heb ik mijn menstruatie weer. Alleen weet ik niet hoe ik dan naar school moet. Ik durf geen tampon in te doen, dus ik gebruik maandverband. Maar ik ben altijd bang dat het doorlekt. Wat ik je als tip wil meegeven is... Ik snap dat het lastig is en dat je bang bent om door te lekken. Maar wat ik dan zou doen is... Ik zou sowieso proberen om de 2 uur naar de wc te gaan. Hieraan kan je dus een beetje zien of je je maatverbandje al moet gaan verschonen of dat je nog eventjes kan laten zitten. Ligt er ook aan hoe erg je ongesteld bent natuurlijk. Ik snap dat je dan bang bent dat mensen gaan denken van jeetje, je gaat wel heel vaak naar de wc. Om de 2 uur naar de wc. Nou zijn er mensen die dus echt om de 2 uur moeten plassen. Als je bijvoorbeeld gewoon een kleine blaas hebt en heel veel drinkt, dan moet je nou eenmaal gewoon veel naar de wc. Wat je dan misschien als smoesje zou kunnen gebruiken is dat je gewoon zegt dat je bijvoorbeeld een blaasontsteking hebt. Ik snap dat je dat misschien liever zegt dan dat je moet zeggen dat je ongesteld bent. Wat ik je dan ook kan aanraden is, ze hebben dus normale maandverbandjes, maar ze hebben ook extra lange en extra dikke maandverband, die je dus langer in je onderbroek kan houden. Als je nou echt heel bang bent dat je doorlekt en wil je ook niet om de 2 uur naar de wc om te checken of het allemaal nog goed zit en of je maandverband nog schoon genoeg is om door te blijven bloeden, dan zou ik dat aanraden. En wat dan nog het allerbeste is, is om hem met vleugels te nemen, want die plak je dan onder in je onderbroek, zeg maar, plak je die vast. Jullie weten misschien wel wat vleugels zijn, maar om het toch nog even voor de zekerheid te laten zien. Als dit de binnenkant van je onderbroek is, dan plak je hier je maandverband. Dan ga je naar de buitenkant, dat zit hier. En je vleugels, die plak je dan hier zo, zodat je gewoon goed vast zit. En is ook makkelijker met doorlekken, want dan komt het eerst op die vleugels in plaats van op je onderbroek. Hey Melanie, ik ben een meisje van 13 en ik ben zoals de meeste van mijn leeftijd nog maagd. Mijn vriend is dus op zijn 12e ontmaagd en hij is nu 14. Hij wil me niet dwingen, maar als het dan zover is, dan ben ik bang dat ik ga klungelen. Ik snap dat je dit denkt, want de eerste keer seks is natuurlijk heel erg spannend. Je weet niet zo goed wat je moet doen. Wees vooral niet bang dat je gaat klungelen. De eerste keer is nou eenmaal de eerste keer. Je bent alles een beetje aan het ontdekken. Ik zou zeggen, laat alles gewoon op je afkomen. Als bijvoorbeeld iets pijn doet of je hebt iets liever niet, geef dat dan gewoon aan. Als je vriend of vriendin echt van je houdt, dan accepteert hij dat. Dan stopt hij waar hij mee bezig is of hij doet het wat voorzichtiger. Hij houdt nog meer rekening met je gevoelens. Hij snapt echt wel dat de eerste keer voor jou spannend is. Alles is nieuw, je moet alles ontdekken. En je doet gewoon voorzichtig aan als je de eerste keer seks met iemand hebt. Hij houdt echt wel rekening met je en dan komt het vanzelf allemaal goed. Wees absoluut niet bang dat je klungelt, want yo, het mag zijn dat je het allemaal een beetje spannend en eng vindt. Dat mag, hè. Dat is niet verkeerd, dat is gewoon een normale menselijke gedachte. Hoi Melanie, ik ben een meisje en wanneer ik me daar beneden scheer, dan gaat het niet helemaal kaal. Er blijven een soort van stoppetjes achter. Is dit normaal? Dat kan ik je vertellen. Het is...
is zeker normaal dat er kleine stoppeltjes, kleine zwarte puntjes blijven zitten. Je scheert namelijk alleen je oppervlakkige haartjes weg. Dus alleen de haartjes die je ziet. Maar je haartjes groeien dus uit verschillende haarzakjes. Die haarzakjes die zitten dus in jouw huid. Maar die scheur je niet weg met een normaal scheermes. Je hebt hier wel verschillende elektrische scheerapparaten voor. Maar geloof me, ik heb het een keer geprobeerd en dat doet echt gigantisch veel pijn. Zo'n scheerapparaat zorgt er dus voor dat je ook je haarzakjes meescheert en meepakt. Dan blijft het dus wel veel langer weg, maar het doet echt 500 keer zoveel pijn. Het is normaal dat je altijd kleine zwarte puntjes blijft zien, maar als het goed is, voel je ze de eerste dag, voel je ze niet. De tweede dag komen ze dus al iets meer op en zie je ze dus ook al iets beter en voel je ze dus ook al iets beter. Ik scheer mezelf ongeveer om de 4 dagen zoiets, als je echt weer haartjes begint te zien. Dus om even tot een antwoord te komen, het is dus volkomen normaal omdat je de oppervlakkige haartjes wegscheert, maar niet de haarzakjes. Die zwarte puntjes zijn dus je haarzakjes en dat zit dus in je huid en blijf je dus gewoon zien. Tenzij je het dus met een elektrisch scheerapparaat doet. Beste Melanie, ik ga dit jaar op school aan mijn laatste jaar beginnen. Ik irriteer me er best wel aan dat ik er niet zo oud uitzie. Ik begin dus aan mijn laatste jaar en ik wil niet dat mensen denken dat ik pas in de tweede zit. Wat kan ik eraan doen om er wat ouder uit te zien? Ik wil eigenlijk tegen je zeggen, maak je hier alsjeblieft niet te veel zorgen om. Ik zal eventjes een voorbeeld noemen. Ik ging vorige week met een groep vrienden naar de bioscoop, namelijk naar de film It. En deze film is 16+. We kwamen aan, we hadden al kaartjes van tevoren besteld. En je weet wel, je kaartjes worden altijd afgescheurd en dan kunnen ze dus om legitimatie vragen. Wat denk je dat gebeurde? Ik zeg, maar is deze film dan 18+? Dus wij met de groep vrienden zo van, keken elkaar aan. Vrouw zegt zo, nee, 16+. Dus in ieder geval, daarmee kan ik al zeggen, ik werd ook minder oud dan 16 geschat. Dat vond ik zelf ook een beetje raar, want ik dacht van, oké. Maar ik maakte me er voor de rest niet te veel zorgen om. Want weet je, stel ik ben later 45 en mensen schatten me dan ook nog steeds jonger. Zoals bijvoorbeeld, stel ze schatten mij 40. Heb ik liever dan dat ze me bijvoorbeeld 50 zouden schatten. Ik maak me er voor de rest niet heel erg veel zorgen om. Ik denk eigenlijk dat er niet heel erg veel aan te doen valt. Het is gewoon je gezichtsuitdrukking. Sommige mensen zien er nou eenmaal ouder uit dan dat ze zijn en sommige mensen nou eenmaal jonger. Wat je misschien wel kan proberen is, probeer een keer een eyelinertje of probeer een keer een felrode lipstick of zoiets. Qua kleding zou ik het eigenlijk niet zo heel erg goed weten, want ik zou mezelf ook niet gaan veranderen in kledingstijl of in make-upstijl om mezelf ouder te laten lijken en zodat mensen mij ouder gaan schatten. Wat ik altijd denk is, blijf altijd dicht bij jezelf. Doe met make-up wat jij fijn vindt, doe met make-up wat jij leuk vindt. En dat geldt hetzelfde als met kleding. Je hoeft echt niet te veranderen zodat mensen je ouder gaan schatten. Ik vond het ook niet heel vervelend of iets, maar ik zorg in ieder geval wel altijd dat ik mijn ID bij heb voor als mensen aan mij vragen dat ik me moet legitimeren. Want dat is ook een goede tip. Zorg inderdaad altijd dat je je ID bij hebt. Ja, eigenlijk ben je ook verplicht om die altijd bij je te hebben. Maar stel ze vragen een keer of je je wil legitimeren en je kan dat niet, dan kan je volgens mij ook nog een flinke boete oplopen. Dus zorg er in ieder geval altijd voor dat je die bij je hebt. En dan waren dit alle vragen alweer. Ik hoop weer dat jullie iets aan mijn antwoorden hebben gehad. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan natuurlijk zeker niet om eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. Nieuwe vragen kun je insturen naar askmelanie@outlook.com. En wil je nou meer video's van mij zien? Vergeet je dan natuurlijk zeker niet te abonneren. Dat kan door op het rode knopje hier beneden te klikken. Of op mijn foto die hier nu in beeld verschijnt. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je heel snel weer bij de volgende. Doei doei!